Flevoland. Klein van stuk, maar groot van daden. De jongste van de provincies, maar met al een enorm rijke historie. Halverwege de vorige eeuw drooggelegd uit de Zuiderzee. En moet je nu kijken. Dit is Flevoland. En dit, en dit, en dit, dit, en dit. Trots, durf en lef, dat maakt een echte Flevolander. Zoals hij, of zij, zij en hij. Maar ook Martine bijvoorbeeld. Hallo Martine. Hallo. Zeg Martine, als ik het goed heb begrepen, heeft de provincie Flevoland haar inwoners gevraagd wat zij zouden doen als ze nieuwe natuur mochten aanleggen. Ja, dat klopt. We mochten dromen. Dromen over nieuwe natuur in Flevoland. Ja, we zijn een avontuur aangegaan om vogels, dieren, planten en wij mensen gelukkiger te maken in nieuwe natuur. Nou, wat indrukwekkend zeg. We gaan snel rondkijken. Dit is Ellen Trace. En Ellen Trace gaat nieuwe natuur bij Schokland aanleggen. Jazeker. Schokland was vroeger een eiland, maar is nu omringd door land- en akkerbouw. Maar het water is er nog, zit alleen diep in de grond. En er zitten hier bij Schokland heel veel archeologische vondsten in de bodem, toch? Precies, maar door de daling van het grondwaterpeil dreigen die verloren te gaan. Maar daar weet Dirk meer over. Als zij dat zegt, daarom gaan we ook aan de zuidkant van Schokland het grondwaterpeil laten stijgen, zodat ook de waarden die in de grond zitten, dus onder water blijven en behouden blijven. Tegelijk maken we nieuwe natuur, natte natuur. En zo gaat dat hand in hand, natuurontwikkeling en het behoud van archeologische waarden. Dit is Ben Barkema. Ben heeft zijn boerenbedrijf omgevormd tot een natuurboerderij. Hij heeft een oude kreek achter zijn stallen in ere hersteld. En een bloemerij aangelegd voor de bijtjes en zijn akker verdeeld in stroken, zodat er altijd een strook beschikbaar is voor kleine landdieren en vogels. Toch Ben? Ja, dat klopt. Ondertussen zijn er al hartstikke veel dieren teruggekomen. Maar het meeste trots maakt mij dat ik mag laten zien dat landbouw en natuur kunnen samengaan. Oh, mooi. Van het platteland naar het bos. Ook dat is Flevoland. En daar is Martine weer. En hier zijn wij op mijn stukje natuur. Mijn stukje natuur, omdat iedereen die hier wil een stukje natuur kan krijgen. Waar je eigen natuurhart kan volgen. En het is zo leuk om te zien wat al deze mensen hier doen. Dat is zo gaaf. Ja, kun je er wat voorbeelden van geven? Ja, je ziet kinderen hier spelen in het bos. Die maken met takken een hut. Iemand die een poel aanlegt, puur alleen om vogels te fotograferen. Je ziet hier mensen die een prikkelarme omgeving nodig hebben. Zijn hier heerlijk aan het werk. Het is zo fantastisch. Nou, wat een mooie verhalen zeg. Erg leuk. Dit is Jan. Jan is van Staatsbosbeheer. Hey Jan, waar zijn we hier? We zijn hier in Almere, in de boswachterij Almere der Hout. We gaan hier nieuwe natuur aanleggen en in deze nieuwe natuur hebben we ruimte voor onder meer een speelwildernis en een voedselbos. Een voedselbos? Wat is dat dan? Daar kan Mark je veel meer over vertellen. Een voedselbos is een zelfvoorzienend ecosysteem dat wordt ontworpen naar het voorbeeld van een natuurlijk bos. Voor het merendeel bestaat het uit eetbare soorten. Het voedsel dat we uit een voedselbos halen gaan we samen met vrijwilligers oogsten. Wauw Mark, dat klinkt te gek. Nou, u ziet het. Er gaat een hoop veranderen de komende tijd. Wat een enthousiaste mensen en wat een mooie projecten. En dan te bedenken dat er nog veel meer locaties zijn waar Flevolandse inwoners en organisaties samen nieuwe natuur gaan aanleggen. Hier kan Flevoland trots op zijn.